We gaan vandaag eens even lekker tweetjes twitteren, tweeps. Dit is Kennis met Dennis, de social update waarin ik jou de social feitjes van de afgelopen tijd vooruit, zodat je weer helemaal up-to-date bent. Het lijkt bijna wel alsof Twitter uit een soort van winterslaap komt. Vorige keer hadden we het er namelijk al over dat ze heel veel updates doen op het gebied van audio. Maar er is nog veel meer wat ze aan het testen en uitrollen zijn. En het is goed-ish. Superfollow, dat is de abonnementsdienst van Twitter waarbij jij je op je favoriete tweet kan abonneren. En dat gaat waarschijnlijk zo'n $5 per maand kosten. Wat ik dan wel weer heel erg veel vind om één iemand te volgen. Want hoe bijzonder zijn die tweets dan? Nou, je krijgt natuurlijk niet alleen tweets te zien. Ook een exclusieve nieuwsbrief. Een speciale badge omdat jij een superfollower bent. En allemaal exclusieve content. Maar het is nog niet helemaal zeker of dat ook echt uitgerold wordt. Er wordt een nieuwe Twitterkaart ontwikkeld waarbij de focus op shoppen ligt. De productnaam, de prijs en ook een hele duidelijke shopknop komen daar goed in naar voren. En het is geen editknop, maar het komt wel in de buurt een vertraging voor als jij je tweet stuurt, zodat je nog heel eventjes de bedenktijd hebt en na kan gaan of die tweet die je zojuist verstuurde, of je die ook echt wil versturen. Ah, balkje is al vol, hij is verstuurd. Maar in ieder geval, je kan kiezen. Er komt een schattige animatie voor de allereerste like op een tweet. En Twitter is mogelijk aan het werken aan speciale bedrijfsprofielen. Het is in ieder geval duidelijk dat andere platformen Twitter nog steeds weten te inspireren. En daarom is dit ook wel een hele dikke... Copy that. Roger that. Politieauto achter me. Een paar weken geleden werd het al aangekondigd, maar vorige week is de Live Rooms functie van Instagram uitgerold, waarbij je met 3 andere personen tegelijk live kunt gaan. En nog meer rooms-achtig nieuws van Instagram, want ook zij zijn aan het testen met een clubhouse-achtige functie waarbij je alleen audio kunt gebruiken. Ja, ook een hele dikke vette copy that. Ik doe er alleen maar copy that's nu in, omdat ik vind het zo leuk. Spaces, de audioruimte van Twitter, die krijgt ook de mogelijkheid om ingepland te worden. Dus ook daarin weer ietsje meer clubhouse. Ik word er nu ook wel een beetje moe van. Roger. Misschien gebruik jij sinds het thuiswerken ook wel veel meer WhatsApp op je desktop. En dat snapt WhatsApp ook en die rollen dus functies van de app nu ook uit op desktop. En zo gaan ze nu voice en videobellen uitrollen. Volgens mij is voice bellen trouwens gewoon bellen, toch? En een nieuwe disruptieve app om mogelijk in de gaten te houden. Dispo is een soort Instagram-achtige, in ieder geval foto-social media app. Maar wat hier anders aan is, is dat als je een foto maakt, je een dag moet wachten totdat die ontwikkeld is. En voor de mensen die niet weten wat ontwikkeld is, dat duurde vroeger veel langer dan een dag. Dit was Kennis met Dennis. Over 2 weken ben ik er weer met de nieuwste social update. Dag!